Na een mentaal zware week pakte AZ zich zondag goed met een 4-2-overwinning op Fortuna Sittard. Een belangrijke overwinning voor het team van John van der Brom. Ja, elke punten zijn belangrijk. Uh, zeker in de, in de eindfase die ingaat om, uh, om de strijd, dat blijf ik zeggen, tegen, tegen Feyenoord uh, ja, te kunnen volhouden. Dan, dan moet je wedstrijden winnen. En voor ons was het natuurlijk enorm belangrijk dat je na de uitschakeling in de beker uh, ja, weer het, uh, de, het juiste spoor van, van wedstrijden wint. Vinden. En dat hebben, we, dat hebben we heel goed gedaan, denk ik. Ja, uh, Je zei het al even, hè? de teleurstelling van vorige week. Hetgeen wij verstrijden, Europees voetbal, heb je natuurlijk nog steeds niet in eigen hand. Is dat ook wat je tegen die jongens nu zegt? Ja, we hebben alleen nogmaals door de bekeruitschakeling... uitschakeling we, we hadden twee uh, paarden waar we op uh, konden wedden, zeg maar. Nou, één paard is, uh, is weg en nog, nog niet. Het is geen gok, maar nu spelen we alleen nog voor de competitie. En tien wedstrijden nog, we weten waar we het voor doen. En uh, ja, ik denk dat. Alle aandacht, alle focus, alles wat je in je hebt moet, uh, moet in die competitie gegooid worden. en dat zijn, uh, dat zijn mooie uitdagingen, want we hebben nog tien uh, hele mooie wedstrijden voor de boeg. Zondag gaat AZ op bezoek bij PEC Zwolle. Een ploeg die de Alkmaarders dit seizoen al twee keer thuis hebben ontvangen. In de competitie eindigde het in een 2-2 gelijk spel. Maar het bq wel in december werd met maar liefst 5-0 gewonnen. Nou, PEC heeft natuurlijk wel wat uh, veranderingen ondergaan. Uh, een andere trainer hebben ze gekregen in de winter. Nou, dat is heel goed uitgepakt. In het begin, uh, nu is het wat minder de laatste week, omdat ze wat, wat, wat punten hebben verloren. Maar ik, ik kijk altijd een beetje in de historie. En ja, Pekkout is altijd een, een lastige wedstrijd uh, op Kunstgras. Niet dat dat lastig is, want dat zijn we gewend. Dat is ook absoluut geen excuus. Sterker nog, ik denk ook dat het Kunstgras-AZ uh, uh, heel goed ligt uh, qua resultaat. Maar ja, het zijn wel uh, twee ploegen die, uh, ja, die, willen, die willen spelen en uh, die willen voetballen. Die, uh, die risico daarin durven en te kunnen nemen. Dus het, wordt altijd, uh, het zijn altijd leuke potjes. Ook Jonas Svensson trainde deze week weer met een groep mee. En dus reist hij op volle oorlogssterkte af naar Zwolle. Iedereen is fit. Dus dat is, uh, dat is ook lekker. Dat je weet dat je, dat je zondag gewoon een fitte selectie hebt na een hele goede trainingsweek.